Met afschuw kijk ik naar de vreselijke gebeurtenissen gisteren in Utrecht. Drie mensen die plotseling uit het leven zijn gerukt door een meedogenloze dader. Ik denk aan de slachtoffers, de nabestaanden en alle mensen om hen heen. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe. De hulpverleners hebben gisteren ontzettend goed werk gedaan onder moeilijke omstandigheden. Ik wil hier ook niet onvermeld laten dat heel veel burgers in de omgeving hebben geholpen. En ook hun werk hebben gedaan. En dat is heel belangrijk in ons land. Dat we allemaal aan de kant staan van de hulpdiensten op dat moment. Iedereen zit vandaag nog met heel veel vragen. Vragen over de toedracht, over het motief. Politie en justitie zijn bezig om daar de antwoorden op te vinden. Het is ontzettend belangrijk dat zij dat werk kunnen doen. Ongestoord kunnen doen. Gisteren hebben de politieke partijen besloten de campagnes op te schorten. Uit respect voor de slachtoffers. En ook in de wetenschap dat die dag alle aandacht zou moeten gaan naar de gebeurtenissen in Utrecht. Vandaag hebben de politieke partijen besloten de campagnes weer op te starten. Waarom? Omdat de verkiezingen morgen doorgaan en door moeten gaan, en omdat onze democratie doorgaat.